Nou, welkom bij EKB. Even de agenda, ik ga mezelf even introduceren, ga ik meteen maar even doen. Wie is EKB? Ken je EKB? Wij zijn System Integrator, partner in totaal oplossingen. U komt ook nog voor de lezing, meneer? Oh nee, geniet gerust mee hoor. We bestaan al 50 jaar, meer dan 50 jaar. En focus op efficiëntie, productiviteit, veiligheid. Zowel maatwerk als gestandardiseerde oplossing. Ik dacht dat ik hier ook nog een scherm had om mee te kijken. Oh, dat is op het podium. Nou, dan doe ik het eventjes zo vanaf de presentatie. We zitten in Houten onder andere. En in het noorden, in Drachten, in Beverwijk en in Someren. We hebben ook werkplaatsen in Drachten, Beverwijk en in Someren. Daar bouwen we panelen. En in Houten is met name proces- en MIS-omgeving. Daar ben ik projectmanager in. En in dat kader sta ik hier ook de presentatie te geven om, voor een oplossing die wij hebben geboden bij een klant. Ik mag de klant helaas niet noemen, maar ja, dus dat loopt wel even doorheen. Nou, EKB, Solutions, Machine Vision, Robotics, Motion and Control, Data Analytics. Dat zijn natuurlijk vrij redelijke containerbegrippen. En ik schuif meestal de MES-activiteit, MES, MES ken je wel denk ik, hè? Manufacturing Execution System, schuif ik meestal onder Data Analytics. Omdat ik daar erg druk mee ben. DCS Batch doen wij ook wel veel. Doet Kiremco dat? DCS Batch meer machinebouwer. Nee, PCS 7, dat doen we ook met name als de DCS-omgeving. En Symmetric Batch als batchomgeving. Hebben we ook kennis van. PLC SCADA uiteraard, maar dat zullen jullie hetzelfde ook denk ik doen. Hè? Ja. Paneelbouw, nou, dat is ook bekend bij jullie. Motor control sensor en service 24/7. Dus dat wordt wel vrij veel gewaardeerd voor klanten. We kunnen 24/7 over de hele wereld, als het remote kan, kunnen we service bieden. Nou, dit ben ik. Ik ben afgestudeerd levensmiddelentechnoloog ooit en daarna nog een HTS-opleiding gedaan, industriële automatisering. Vanaf 2007 bij EKB. Eerst als software engineer, daarna als projectmanager. En daarvoor 11 jaar in de levensmiddelenbranche aan het werk. 2 jaar bij Leerdamme en 9 jaar bij Nestlé in Nunspeet. Nou, wat is de kwestie die we gaan behandelen? In het algemeen komt het in de verpakkingswereld vaak voor, te vaak nog steeds, dat de belabeling niet goed is. Er missen codes, de codes zijn verkeerd, codes zitten scheef. Nou, dit is de kwestie die we hier vandaag aanpakken. Etiketten zijn slecht of slecht leesbaar en ze kunnen verkeerd op de verpakking zitten. Wat zijn je risico's? Nou, dat ligt ook een beetje aan de indicatie, aan het product zelf. Wat erop staat, veiligheidsindicatie, heb je natuurlijk risico's, gezondheidsrisico's, veiligheidsrisico's. Nou, wat zijn de gevolgen daarvan? Juridische, kom er gerust bij hoor. Juridische gevolgen en uiteindelijk natuurlijk ook imagoschade. Dat is denk ik nog de grootste post die je in de praktijk ziet. Van een product wat veel uitstraling heeft op de rest van de productie, wat uit de markt gehaald moet worden, dat soort zaken. Nou, wat was de klantvraag? Maak nou eens voor mij een zo generiek mogelijk op te zetten systeem. Eigenlijk dat je standaard blokken hebt die je ook in andere productieomgevingen in kan zetten. Dus dat werden we toen al met die vraag waren we al bezig. Van eigenlijk willen we dit uitrollen naar al onze fabrieken. En pas het daarom zo generiek mogelijk toe. Dus dat doe je op communicatie van ERP, van SAP, zeg maar, naar je MES-omgeving. En daarbij kwam wel van, joh, het is allemaal leuk en aardig, maar we hebben al een MES-omgeving. Daar moet je gebruik van maken voor deze applicatie. En wij willen dat alle artikelen in de Bill of Materials, dus eigenlijk alles wat je in een productieorder hebt staan, artikelen willen allemaal één voor één gecheckt hebben en dan vrijgaven van de lijn. Daarnaast, als je alles gecheckt hebt, die lijn is vrij, willen ook 100% van de labels die op een verpakking geplakt worden, of een kartonnen doos of een sleeve, willen we 100% inline hebben gecontroleerd. Dus op het moment dat het fout gaat, dat het verkeerd niet te lezen is, of dat het verkeerde nummer gecheckt wordt, dat de lijn dan stilstaat. En daarnaast, als je geen connectie met je MES-omgeving hebt, moet je eigenlijk gewoon naar de HMI'tje erbij gaan, instellen welk nummer die moet controleren, en dan moet je dat zo handmatig verder kunnen bedrijven. Nou, het was dus voorgekomen dat de partij verkeerd gelabelde producten uit de markt is gehaald. Er stond een
veiligheidsindicatie op, wat natuurlijk ontzettend veel risico is, omdat men de taal niet kon lezen die op het etiket stond. Dat was het geval. En risico op schadeclaims en daadwerkelijk terugroepacties. En dan heb je al best wel een financiële basis om te zeggen van we gaan een project opzetten om dit soort zaken te voorkomen. Nou ja, wat zijn de oorzaken? Nou ja, je kan ze zelf ook wel verzinnen tegenwoordig. Personeelstekort of personeel niet goed genoeg of niet competent genoeg. Die controles, niet competent genoeg, de controles niet uitvoeren. Ik kom zelf uit de productieomgeving. Ik kan 100 keer naar een dingetje kijken en uiteindelijk komt er een collega aan. Ja, die bedrukking is niet goed. je ziet het menselijke oog, je kan het wel zien, maar het interpreteren is nog even een tweede. Onvoldoende traceability, onvoldoende inzicht in de processen. Je weet eigenlijk niet goed waar je mee bezig bent. Nou, menselijk handelen. En je hebt uiteraard geen informatieoverdracht van ERP naar je omgeving, waardoor je die informatie gewoon niet voor handen hebt om zoiets te voorkomen. Nou, hoe heeft het project aangepakt? Nou, we beginnen met een bezoek. Dat zal bij jullie ook wel hetzelfde zijn. Wat is aan de hand? Dan kan je doorgaan of je kan stoppen. Dan ga je een workshop houden. Wat gaan we in eerste instantie doen? We gaan een pilot voorbereiden, omdat we technieken willen uitproberen. Dat soort zaken. Het liefst met een multidisciplinair team. Dus eigenlijk TD, productie, management, QA erbij. Dat je zo breed mogelijk invloed hebt van hoe ga je deze problematiek aanpakken en oplossen op een pilotomgeving. Nou, of vet de pilot, uitvoeren. Dus de dingen die je bedacht, ga je in de pilotomgeving uitvoeren en aan het einde rapporteren en evalueren, zodat je op een goede basis de uitrol kan uitvoeren. Zo hebben wij het nu ook aangepast, op één lijn uitgevoerd en best wel veel met veel wijzigingen ook uitgevoerd op de andere lijnen. Maar ja, daar leer je van en dat is de bedoeling ook van zo'n pilot. Nou, offerte uitrol. Nou, uiteindelijk heb je het project gescoord en mag je lekker verder. En dan ga je... Sorry. In het project draag je het over naar servers. Ik denk dat jullie hetzelfde kennen. En dan rond je het project netjes af met een openlijke service level agreement. En dan ga je lekker verder naar je volgende project. Nou, we hebben gekozen voor een integrale implementatie. Dat houdt in dat je zowel vanaf de bovenlaag, ERP-laag, kantooromgeving, als bij de machine gaat starten. Dus je maakt een unit, die zet je bij de lijn neer, je selecteert camera's. Het zat er ook bij de camera-selectie. En dan kan je dat eigenlijk al inbouwen in de lijn. En als je dat goed programmeert, kan je het handmatig al in bedrijf nemen, dat stukje. Dan heb je nog niet eens de koppeling met je ERP, want het is weer eigenlijk een afzonderlijk stuk. Je moet natuurlijk met ICT-mensen, je moet met Amerika praten, we hadden een generieke laag ertussen gebouwd. Nou, die Amerikanen hadden geen flauw idee wat het was. Dus, en dan loop je tegen uitdagingen aan op ICT-gebied. Nou, uiteindelijk heb je interfacing naar MES liggen, dus alle orders komen netjes naar MES. Bill of Materials komen met die orders mee. Nou, en dan ga je die twee aan elkaar knopen. Hoe ga je dan... Kijk, we krijgen nog meer publiek. Hallo. Er zijn collega's. We hebben één toehoorder van Kirimco uit Montfort. Die kennen we wel. En ik ben net met de integrale aanpak van ons begonnen. Dus we starten bij de machine. Dus we hebben een pilotmachine geselecteerd, camera selectie, om even terug te samen te vatten. Die bouwen we in. Besturingskastje erbij. Dus eigenlijk op het HMI kan je al ingeven van dit etiketnummer wil ik 100% in lijn gecheckt hebben. Nou, die kan dan al gaan lopen, hè. De klant die heeft ervoor gezorgd dat hij blokkade inbouwt in de machine. Dus als er een aantal verkeerde etiketten gescand worden, dan stopt hij ook automatisch. Dus dat heb je al vast ingebouwd. Dus daar kan de klant al mee leren, mee voortgaan. Nou, dan bouw je de laag tussen ERP en je MES. Dus die data-uitwisseling eindelijk voor elkaar. Nou, moeilijk. In de pilot hadden we ook nog een SCADA-omgeving gezet. En de klant zei uiteindelijk van, nou, die hebben we niet nodig. We kunnen net zo goed van MES direct naar jouw besturingspaneeltje toe. Nou, hebben we die SCADA laag er tussenuit gehaald. Dat hebben we geleerd in de pilot. In de pilot hadden we ook nog een ander soort camera. Huppakee, ook eruit, andere camera erin. Nou, prima. En uiteindelijk het MES gekoppeld aan de besturing. En wat gaan we nou doen als je een order wil starten? Je wil al die artikelnummers uit je bill of material wil je scannen. Nou, handscanner geïmplementeerd. Die gaat langs alle artikels waar een barcode op staat. Of handmatig een artikelnummer invoeren. En uiteindelijk moet je een groen vinkje hebben van deze order mag kan gaan draaien op deze lijn. Nou, die geeft een vrijgave. Lijn gaat draaien.
en een stuk communicatie naar een printer werd nog geïntegreerd, zodat je ook nog automatisch je code naar de printer van de omdozen kon sturen die de goede expiry date op de dozen kan printen. Wat we nog niet hebben, dat wil ik graag in de volgende stap nog uitlezen, wat er dan geprint is. Is dat leesbaar? Klopt het met wat ik moet doen? Dat stuk dat is nog een ambitie wat we daar willen realiseren. Nou, je stuurt je data naar de camera. De pakjes komen langs van zeg een stuk of 60 per minuut tot meer dan 450 per minuut. Dus je hebt eigenlijk wel verschillende type camera's nodig die snelheden goed kunnen handelen. En de terugkoppeling daarvan naar in feite terug naar MES. En dat is meer de status update van je order. Deze order is afgehandeld, deze order is klaar. En dat is de terugkoppeling. We hebben niet de terugkoppeling naar ERP. Dat was niet wenselijk. We slaan ook niet zo heel veel op. Dus dat zijn ook nog allemaal stukken die je nog kan ontdekken met die klant. Dat je wel data gaat opslaan en dat je daarvan kan gaan leren. Nou, waar moet je aan denken voor de toepassingen? Nou, label zit scheef. Hè. Je ziet het. Ik kan hier ook iets aanwijzen. Labeltje scheef. Kan je een signaal naar de camera geven. Dit moet afgekeurd worden. Het labeltje zit verkreukeld. Nou, waar ik het net over had. Je stuurt een signaal naar de printer. Dit moet je printen. Ik check het. Het komt er niet op. Huppakee. Ik kan ook gaan stoppen. Weer een label die scheef zit. Bijvoorbeeld in vulgaatniveau. En een geprint stukje wat niet op het product zelf komt. Nou, je ziet dat de toepassingsgebieden ontzettend breed zijn. Nu gaat het voor een fabriek voor schoonmaakmiddelen. Maar je kan natuurlijk kijken naar farmacie, naar voedingsmiddelen. Die eigenlijk kan je kijken naar overal waar verpakt worden, waar labeltjes op zitten die je kan detecteren. En het detecteren dat gaat van een datamatrixcode tot een hele opzet van de hele label die je kan controleren. Dat is nog veel breder dan wat wij nu hebben geïmplementeerd. Dat kan je allemaal gaan toepassen hierin. Nou, je voordelen. De risico's voor een claim, eigenlijk die imago-schade waar we het net over hadden. Dat is eigenlijk het grootste voordeel wat je hiermee kan realiseren. Het risico erop wordt veel kleiner als je dit 100% goed voor elkaar maakt. We hebben dat nu voor één fabriek compleet geïntegreerd. En we hebben net een migratie van het systeem achter de rug. Ging niet helemaal lekker. Die data waren niet goed gecontroleerd. En dan heb je in één keer weer hetzelfde euvel als voor die tijd. Dat er uitval is doordat er geen codes niet goed op de verpakking komen. Dus je ziet direct als het systeem niet 100% in werking is. Dan krijg je meteen een dikke risico voor je productie. En dat betekent ook dat de mensen die moeten iedere 10 minuten controleren. Dat ze dat gewoon niet uitvoeren. Nou, ik heb zelf in een fabrieksomgeving gewerkt. Je zet 80.000 keer vinkie, ja, alles klopt. Ja. En als het dan niet klopt, ja, dan komen ze wel naar jou toe en van, kom mij dit eens even uitleggen. Nou, met dit systeem kan je dat gewoon ontzettend veel risico vermijden. Verbeter interne controle, optimalisatie, productieproces, spreekt denk ik voorzelf hoor. Ja, en minder mensen aan de lijn, hè. Ik wil gewoon dat die productie vrij volautomatisch gaat lopen. Dus deze systemen die kunnen een stuk daarvan faciliteren. Kostenbesparing uiteraard op het gebied van die terugroepacties. Dan heb je snel die kosten terugverdiend. En veel nauwkeuriger en beter werken. En een kwalitatief veel beter product tot stand kunnen brengen. Nou, wat moet je dan aan denken? Kijk, exacte bedragen kun je natuurlijk wel zeggen, maar het ligt natuurlijk aan de omstandigheden binnen de fabriek. Kan je met je ERP communiceren? Ligt er alle communicatielaag? Ligt er een fysiek netwerk in de fabriek? Kan je signaaltjes over elkaar waar je wil? Dat zijn natuurlijk de basisdingen. En in de machine zelf kan ik daarbij. Moet er veel omgebouwd worden om ergens bij te kunnen, om je camera's te plaatsen? Dat zijn natuurlijk allemaal wat per machine, per leverancier of per klant heel anders kan zijn. En dan ook nog de specifieke behoeften van de klant. Moet ik gebruik maken van zijn systemen? Mag ik een eigen systeem erin zetten? Dat soort zaken bepalen natuurlijk in grote mate het budget wat nodig is voor zo'n investering. Nou, het rendement, ik gaf al aan, van je kan snel bij de lijn iets inbouwen. Kan je handmatig al gaan scannen. Dus het rendement is eigenlijk best hoog. Je kan in vrij korte doorlooptijd kan je al best wel wat realiseren. En daarmee ook het risico voor die claims minimaliseren. Nou, je kan meteen de hele organisatie inleren om ermee om te gaan en de zorgvuldigheid van het produceren van je product.
Sorry. Vragen? Elske, je hebt een vraag? Hebben jullie zoiets in je machines zelf ingebouwd zitten? Ja, we hebben het nu over labels. Maar je kan het in taal. Weinig controle over hebben. Ik ben in september begonnen bij Credenco, dus ik kan niet voor alle. In wat voor functie? Sales engineer. Oh, oké. Okay. Ja. Dus afdeling verkoop. En platgeslagen maak ik offertes. Ja. Verkopen. Het grootste gedeelte waar we nu heen willen is dat we de besturing die we. Nieuwe aanbieden, dat die ook op mesniveau wordt aangeboden. Dat we ook kunnen leren van de data die we dan genereren. Ja, oké, maar dan kan je, de mes is natuurlijk fabrieksbreed. Ja. Je levert een stukje van een fabriek natuurlijk. Ja, wij leveren vanaf invoer van de aardappelen tot aan het verpakken. Meestal doen we turnkey oplossingen. Je levert echt hele fabrieken en zowat. Ja, oké. Okay. Het gaat steeds verder naar één leverancier voor de hele lijn. En dan doen wij wel met toeleveranciers onderdelen leveren. En dan zet je mestlaag zelf bovenop? Ja, nou, we hebben ook een partner die dan de besturing doet. Oké. Okay. Van de Pool is dat. Ja. Ja. Die kennen jullie misschien wel. Die kennen we ook, ja. Ja. Maar het wordt steeds interessanter om ook die laag die erboven zit te maken. Ja, zeker. Ja. Want ook daar kunnen we zelf ook voor de machines wat aan. En heeft Van der Pool daar een eigen product die hij daar bovenop zet? Of, ja. Ja, oké, okay, maar dat hebben ze zelf geprogrammeerd en er. Ja, volgens mij wel. Ja, ja oké. Okay, ja. We hebben laatst wel een training gehad over dat soort ambities wel. Maar ik ben zelf niet echt betrokken geweest bij zo'n lijn waarin dat messysteem wordt gebruikt. Nou, je weet dat je ook bij EKB terecht kan. Dus je hoeft niet op één paard te wedden, dat is altijd wel lekker om te weten. Nee, sowieso. Ja. En ik ben er net begonnen. Er zijn heel veel vaste leveranciers die we gebruiken. Maar ja, dat geloof ik, ja. Gewoon ja. Vraagtekens erbij. Ja. Ja, wat mooi is in dit project, EKB die kan helemaal vanaf het ERP, zeg maar, die interfacing naar MES en de MES-laag zelf, het paneeltje aan de lijn, of het paneel aan de lijn, de besturingseenheid aan de lijn en de camera zelf helemaal integreren als één geheel. Ja. Het enige wat de klant in dit geval heeft gedaan, is het mechanische integreren in de lijn zelf. Dus de beugeltjes, de opstelling waar het precies moet komen. Maar wij hebben de rest helemaal verzorgd. Ja. En, ja, dat doen wij ook. Ja. Maar ja, dan, je komt wel, het is wel heel veel handmatig scannen als je echt 100% wilt trekken en tracen. Maar het kan wel als er ergens een indicatie op de verpakking is die je kan gebruiken om te scannen. Dan kan je hem helemaal volgen in de lijn. Dan kan je het ook weer terugkoppelen en vergelijken met je bill of material. Wat was er nodig? Wat heb ik gedaan? En achteraf, als er klacht is, uit welk lot ID is die klacht gekomen? Of waar is die in verwerkt? In welke batch? En hoe minder goed je dat doet, hoe breder je terugroepactie moet zijn. Dus je niet exact weet, ik kom zelf uit de babyvoeding, dan zit je met vitamines. Nou, dan kan een concentratie veel te hoog zijn. Dan weet je precies, ik moet die en die batches terughalen. Maar als je dat niet precies weet, dan moet je natuurlijk een veel breder assortiment terughalen. Waarvan je mogelijk vermoedt dat het daar ook in kan zitten. Dan zijn zo'n tracking- en tracing systemen levert zichzelf dan wel best wel snel op. Ja, bij onze industrie is het natuurlijk, wordt het op het laatste moment pas verpakt, dus dan zit er pas een label op. Ja, ja. Door de lijn heen is het gewoon een vriendje of een product. Ja, maar die komt misschien weer van een leverancier of die weer getrackt en traced. Ik weet niet hoe verder dat in de aardappelindustrie gaat. Ja. Nee, maar dat soort effecten kom je wel vaak tegen, dat je tot op de leverancier wil weten waar het vandaan komt, het product. Ja, ze zijn nu veel meer bezig met, we gooien er zoveel kilo in en die gaat zeg maar door de lijn heen. En die kan je dan natuurlijk, omdat je alle snelheden van de banden en de machines kan je wel ongeveer berekenen. Ja, dan ga je indirect trekken en tracen. Wat daar vaak fout gaan kan, zeker als het in stuks is, als iemand er handmatig iets tussen uithaalt, dan weet je in ieder geval 100% zeker dat je mis zit. Ja. Ja, dus dat is het risico daarvan. Maar dat zie je wel vaker terug, hoor, dat soort systemen. Ja. Nou, nog meer vragen? Ja, ja, je kan bij EKB terecht, dus in de automatiseringspyramide vanaf onder het ERP. We kunnen heel goed interfacen met ERP tot en met MES, SCADA en tot en met phishingcamera's in de lijn.
En daar weten zij alles van. Ja, en robots. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, nou leuk. Heeft u nog vragen? Oh. Nou, dan denk ik dat we het hierbij laten.